Het verhaal begint heel wat jaar terug. In 2007, 2008 gaven eigenlijk de basisverpleegkundigen aan dat ze eigenlijk wel heel veel stress ondervonden bij het werken op de dienst. Wij dachten, daar moeten we iets mee doen. Waarop dat we eigenlijk met het hele team gaan samen zitten zijn om te gaan reflecteren over wat bezorgt ons nu die stress. Nu, een eerste zaak die daaruit kwam, was dat het moeilijk is om zaken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is, een arts vraagt om een behandeling te doen bij een patiënt en de verpleegkundige heeft eigenlijk het gevoel dat die handeling zinloos is of dat die handeling de patiënt veel pijn bezorgt en de verpleegkundige heeft moeilijk om die handeling te doen. Een voorbeeld bijvoorbeeld is het fixeren van iemand. Iemand vastbinden, dat doet de verpleegkundige niet graag. Als hij die handeling moet doen, omdat die patiënt bijvoorbeeld zeer onrustig is, dan brengt dat bij haar een zekere onbehagen teweeg. Het is eigenlijk een beetje vanuit die noden dat wij een paar jaar geleden eigenlijk ook een stukje gekozen hebben om binnen onze afdeling te starten met zorgethisch overleg. En wat verstaan we daar dan onder dat zorgethisch overleg? Wel, dat is als we voelen dat er spanningen zijn. En dat kunnen spanningen zijn tussen de arts en de verpleegkundigen bijvoorbeeld. Of spanningen tussen het team en de familie of tussen het team en de patiënt. Dan is er de mogelijkheid om die spanningen te verwoorden. En dan gaan we een stukje bij elkaar gaan beluisteren van wat dat die spanningen nu juist betekenen. Wat doet die spanning met de verpleegkundige? Wat doet die spanning met bijvoorbeeld de familie, met de arts? En eens dat die emoties benoemd zijn, gaan we dan ook een stukje gaan kijken naar hoe kunnen we hier nu mee verder. En dan is het heel belangrijk in die conflict situaties waarin dat er voorheen gemerkt werd dat bijvoorbeeld verpleegkundigen in hun frustratie, want zij moeten dat zorg geven waarmee dat zij niet akkoord gaan, dat zij eigenlijk bleven ventileren onder elkaar, maar dat dat eigenlijk niet tot een oplossing kwam. Door dat overleg is dat verpleegkundigen ook de kant van de artsen een keer horen. Omdat zij waarschijnlijk denken van de artsen zijn heel ongevoelig en zij zien dat niet. Heb je nog iets nodig verder? Voor het moment niet. Voor het moment niet. En door dat expliciet te maken, creëerde eigenlijk ook een stuk respect voor elkaar als teamleden. En leerde ook die beide visies op zorg eigenlijk een stuk waarderen van elkaar. En door daar samen over te babbelen en dan inderdaad het... De visie van patiënt en familieleden binnen te brengen, waarin dat je kunt dan gaan afwegen wat weegt nu het sterkst door, dat appel om te genezen of het appel tot comfort. Kun je samen gedragen beslissingen maken als team. Als zorgverstrekkers moeten inzien dat we niet op alles een antwoord kunnen bieden. We leren nu luisteren naar de patiënt en de familie. We kijken wat dat er leeft en wat de werkelijke vraag is. Maar soms heb je daar geen antwoord op. Als je bijvoorbeeld aan het leven zijnde zijt en mensen willen echt nog leven, dat gaat niet meer wel, dan kan je daar inderdaad geen antwoord op bieden. Maar dat duidelijk zien van nu kunnen we daar geen antwoord op bieden, kan al wat rust brengen bij een team. Zie, schoon. Wat wij toch als heel belangrijk hebben ervaren in het opzetten van het project Ethische Reflectie, is in eerste instantie dat we een multidisciplinaire trekgroep hadden, projectgroep, die eenzelfde visie deelt, die eenzelfde visie draagt. Een tweede zaak is denk ik, als we willen werken aan goede zorg door ethische reflectie, dan gaan we eigenlijk aan streven als het ware een cultuurverandering na in een team. En dat is iets groots, maar het is belangrijk, denk ik, om met kleine succesjes te werken, om onze verwachtingen niet te groot te stellen van in het begin, maar kleine, haalbare, concrete doelen voorop te stellen en daar naartoe te werken. Hoog waar mensen samen strijden, is mijn zomer. De zomer komt erachter, denk ik.